Reggie. 6.42 is er gereden door Van der Kieft. Wat zou dan Kramer kunnen? Ja, je kunt ervan uitgaan dat hij samen met Bloemen een tijdje op zou gaan. Want Bloemen pakt altijd de handschoen op als hij loodt tegen Sven Kramer. Dan gaat hij mee, zo lang mogelijk. 18-8 voor Bloemen, 19-0 voor Sven Kramer. Dit is goed. Zou het zo hard kunnen hier als het ooit kon toen het nog in de open lucht daar ging in Insel? Daar is gereden ooit 6.25 door Chad Hedrick, die daarmee wereldkampioen werd in 2005. In Boedapest, nog niet zo lang geleden, werd Sven Kramer Europees kampioen. Dat was het jaar van zijn comeback en toen reed hij onder de 6.32. Dat zou hier toch ook doenlijk moeten zijn voor een man van de signatuur Kramer. En als hij dat doet en Bloemen pakt inderdaad de handschoen op en gaat lang mee, kan Bloemen daar ook mee van profiteren. Ja, je noemt het signatuur. Ja, zegt ook vaak, mensen willen een echte Sven Kramer zien. Zo'n 5 kilometer. Hij zal wel moeten, want hij rijdt voor Koen Verweij. Nog wat hoog in de kniehoek. De romp ook nog hoog. Rondje 31-8. Dat moet sneller. En als Kramer de strijd aan gaat, dan zakt hij altijd een klein beetje in elkaar. Gaat de bovenlichaam een klein beetje vlakker. Dan worden de slagen wat agressiever. Uiteraard hebben ze al afstand genomen van het schema van Van der Kieft. Slow starter die nadien al die rondjes 31 reed. 2.32 is tot besluit. 1400 meter. Waar Van der Kieft 1.55 op de klok zette. Kramer bijna 2 seconden sneller. En Kramer versnelt nu ten opzichte van de vorige ronde. En is in deze ronde gelijk 1 seconde sneller dan Tedjan Bloemen. Kramer won ook grote allround toernooien op buitenbanen. De Boedapest, Colombo. Ja, zo goed als hij toen was. Maar daar waren ook uitgelezen omstandigheden. 2007, dat fascinerende kampioenschap. Zijn eerste grote internationale allround toernooi dat hij op zijn naam zette. Na een tweestrijd met Fabrice. En kijk, weer sneller. Voorgaande ronde was 31-5, nu 31-1. Bloemen alweer in de 32-6. Ja, waar blijft Bloemen? Die kan dus niet mee. En dan zal er ook een streep door Bloemens aspiraties gaan om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap Allround. Dan is dat echt een TVM-aangelegenheid aan het worden. Blokhuizen, niet voor TVM, is al geplaatst, rijdt hij niet. Verweij is al geplaatst. Kramer zal daar zeker bij gaan komen. En dan is de vraag wie nog meer, Oldeheuvel of bijvoorbeeld Douwe de Vries. Want Bloemen lijkt daarin geen rol te kunnen gaan spelen. Rotterdam misschien nog. Maar Kramer is ontketend hoor. Gaat van 3.31ers terug naar de 30-8. En we gaan nu naar de 2600 meter. Daar zijn we op de helft. We zijn in de hoofdstad waar de echte nachtwacht hangt. En er is een echte Kramer nu. 4.38. En het ritme is hoog. Het moet ook. Continu druk op die schaatsen. Zo min mogelijk glijden. Bijna 4 seconden sneller dan Van der Kieft hier. En de Olympische Spelen was hij natuurlijk zoveel beter dan de rest. Ja, dat ziet Irene Wüst nu ook. 3 kilometer. Hij heeft geen tegenstand. Kijk dan opnieuw onder die 31 kunnen blijven. 3.57. Vlag hangen niet helemaal roerloos, maar de wind is uit ontzag voor Kramer wel wat gaan liggen. Wat dat betreft zit het niet tegen. Hij waait hier mooi uit. Bloem is in dit duel hopeloos verloren. 4 ronden nog voor Kramer. En weer terug in de 30ers. 30-9. Publiek heeft het door. Als hij terug in de 30ers kan blijven, kan hij nog naar een tijd heel dicht bij de 6.30. En
dan zal Verweij ook voluit moeten om zijn plek in het klassement te behouden. 31-0. Verweij rijdt straks tegen een ploeggenoot ook. Want die ploeg is groter dan Kramer Verweij alleen natuurlijk. Christijn Groeneveld, ook een trainingsgenoot. En een ploeggenoot van Kramer Verweij is de tegenstander van Koen Verweij. En kijk eens, 9 weer. Weer terug. En het lijkt wel of hij speelt met die tiende. Want het publiek reageert er gelijk op dat hij van 31-0 naar 30-9 gaat. En de stadionspeaker Geert Kuiper helpt natuurlijk ook een beetje mee. Onder de 6.30 zal niet kunnen, maar vlak erboven wel. In Boedapest bij zijn comeback, het prachtige ijsbaantje onder het kasteel, reed hij 6.31.8. Dat zou hier ook kunnen. 6, want daar komt nog een versnelling. Ja. Wat heeft hij nog in huis? Komt er nog een uitsmijter als laatste ronde in het Olympisch Stadion? Alsof Sven Kramer erop gewacht heeft. Schaatsen in het Olympisch Stadion in de hoofdstad Amsterdam. Hij geniet ook van de laatste meters. En is tevreden met 6.32.34. En een slotronde van 31.5. Ja, die liet hij lopen. Ja, en iedereen staat. Dat noem je een staande ovatie. Bloem is nog onderweg. Ja, geplaagd door infecties. Een verloren seizoen. 6.55, 99. 4 jaar geleden nog vierde op het wereldkampioenschapparaat in Heerenveen na de Olympische Spelen. Bloemen kon de competitie niet aan. En is zijn plek in het klassement zo kwijt. Kramer is uiteraard Oldeuvel voorbij gestoken door deze 5 kilometer. Op die 5 kilometer. Dat is de zogenaamde kick finish. Daar kun je over discussiëren. Daar is ook wel eens over gediscussieerd. Tijdens het Europees kampioenschap in Boedapest deed Sven Kramer dat ook. Na de 10 kilometer. Toen werd hij er niet uitgehaald. Hier is besloten dat dit niet mag. Deze